je niet schrikt fijn. Gewoon. Je schrikt. Hè. Dat je denkt van dat het kan, echt kan gebeuren en dan ja. Door zo'n vreselijke ziekte. Op de manege van Anouk en Carlijn is alles anders dan normaal. Overal hangen waarschuwingsbordjes en iedereen moet speciale pakken aan om te zorgen dat het virus zich niet verder verspreidt. Het gaat om het rhinovirus. Daar kunnen paarden heel verkouden van worden. Maar soms worden ze nog veel zieker. Dan heb je een gemene variant en dan krijgen we paarden met verlammingsverschijnselen. Nou, en als dat heel ernstig is, dan krijg je dus soms dat paarden niet meer op kunnen staan en dat wij ze ook niet meer beter kunnen maken. Op de manege moesten dierenartsen al 3 paarden laten inslapen. En ook vandaag kreeg een paard dat Anouk en Carlijn goed kennen een spuitje. Ja, ik schrok heel erg. Ik dacht ook van ja, het is wel mijn vriendin die dat haar paard. En het komt heel dichtbij, want ja. Nu zijn onze paarden nog gezond, maar het kan ook morgen anders zijn dat onze paarden ook weer ziek zijn. Dus. Ben je daar bang voor? Ja, het blijft toch altijd wel in je achterhoofd zitten dat het kan gebeuren. Alle paarden worden daarom goed in de gaten gehouden. Safie! Ze kunnen niet zomaar naar andere maneges. Als een paard toch koorts krijgt, wordt het in een apart hok gezet en verzorgd. Dit is mijn paard. Ze heeft een beetje verhoging gehad en daarom staat ze nu hier. 2 keer per dag wordt de temperatuur gemeten om te checken of de koorts weg is. 37,5. Ja, dat is goed. Goed nieuws dus voor het paard van Carlijn. Verderop, waar de meiden niet mogen komen, staan de besmette paarden. Op filmpjes hebben we het gezien dat ze niet meer kunnen plassen. Ze liggen plat. Ze gaan soms, sommige paarden die draaien heel raar met hun ogen en proberen op te staan, maar dat lukt niet omdat ze dan verlamd zijn. Dus dat... Ja, en gelukkig hebben we het niet echt van heel dichtbij gezien. Nee, gelukkig niet, nee. En dat hoef ik ook liever niet te zien. Ja. Het is gewoon geen fijne sfeer daarachter. Voor de eigenaar van de manege is het niet alleen heel verdrietig, door de ziekte zijn er ook problemen met geld. Want de activiteiten zoals lessen zijn afgelast en alle medicijnen zijn erg duur. In 6 weken tijd hebben we ongeveer een schade van rond de 100.000 euro. Dat is ja, verschrikkelijk. Gelukkig zijn er wel heel veel mensen om ons heen die ons willen helpen. En is er een inzamelingsactie. En daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee. Ook Anouk en Carlijn helpen mee. Of bij deze. Zij gaan langs de deuren om lege flessen in te zamelen. Dankjewel. Succes heel erg bedankt. Met actie, dank u wel. Al meer dan 200 euro hebben we tot nu toe ingezameld. En we hopen nog veel meer in te zamelen. Ze hopen natuurlijk dat alle paarden snel weer beter worden. Voor andere dieren in het land is er trouwens geen extra gevaar. Het gaat niet zoals sommige andere dierziektes kilometers door de lucht. Dus als je maar goed op de hygiëne let en goed je verstand gebruikt dat je niet van een ziek paard weer naar een gezond paard gaat, dan is het risico voor de andere paarden in Nederland dat is eigenlijk heel klein.